Neem ons even mee naar het allerlaatste moment, de laatste seconde. Wat zie jij gebeuren? Op het veld heb ik zelf niks gezien. De bal komt van rechts, die wordt voorgezet. In de laatste minuut inderdaad. En mijn collega adviseert heel duidelijk in mijn headset, penalty, penalty. De speler wordt gehaakt op de hak. En ik neem die beslissing eigenlijk direct over. Ja, je was heel resoluut. Wie was jouw partner? Mijn assistent, scheidsrechter. Ja, de vierde man. Nee, de assistent aan de zijlijn die er recht in keek. Ja, die gaf aan dat die speler werd gehaakt. Ja, en dan? Ben je toch niet helemaal zeker? Of wel? Ja, ik ga 100% op het vertrouwen van mijn team af, uiteraard. En ik voel natuurlijk wel, volgens mij duurt het aardig lang, de check. En dan weet je wel van, nou, dat zal wel heel spannend gaan worden. En dan is het afwachten. Ja, en dan, wat wordt er dan in je oor geroepen of gezegd? Ja, dan wordt de strafschop bevestigd. Maar met uitleg? Nee, niet uitleg. Gewoon vaak zeggen we wel of niet goed. En ja, dat is het. Wat is de reden dat je uiteindelijk niet ook zelf nog even naar de kant bent gelopen? Omdat dit natuurlijk de laatste seconde is. Ja. Beslissend moment. Nou, dat is ook wel misschien wat ik had moeten doen. Ik heb net de beelden teruggezien. Ik vind het geen penalty. Er is op beeld niet te zien of er wel of contact is. Mm-hmm. En als er al contact is, is de vraag of het überhaupt een overtreding is. Ik zie de speler van RKC naar rechts kijken, niet naar zijn tegenstander. Dus ik had hier eigenlijk wel zelf willen gaan kijken. Ja, waarom heb je dat niet gedaan? Wij maken een beslissing. Als hij goed is, is hij goed. En wij horen daar een bevestiging over. En ik zie pas in de kleedkamer eigenlijk de beelden. Maar jij bent leider. Ja, absoluut. En ik ben ook eindverantwoordelijk, daarom sta ik hier ook. Zeker ook gezien de eindfase van de wedstrijd, kan ik altijd zelf een review aanvragen. En had ik hier het beste kunnen doen. Ik had deze graag willen zien. Ja. Ja. Wat neem je jezelf dan meest kwalijk? Zeker omdat echt... Het beslissende moment is in de laatste seconde. Ja, weet je, ik moet een beslissing maken split second. En daar moet je voor staan ook in het veld. Dat zijn we gewend. Maar als ik eerlijk ben, ik had deze gewoon niet graag willen geven. Heb je al contact gehad met de mensen? Ja, uiteraard werd met even gebeld. En wat heb je gezegd? Ja. Nou, weet je, ik heb mijn mening gegeven. Ik heb begrip voor de VAR. Ik bedoel, begrip. Hij doet zijn werk. Hij zoekt naar bewijs. Het is slecht in beeld. Ik wil ook verder geen mening over vormen. Dan kunnen jullie beter aan hem vragen. Maar ik had gewoon liever willen kijken en deze niet hadden gegeven. Maar wat ik dan gek vind, omdat het slecht in beeld is, waarom neemt hij dan zo'n beslissing? Ja, dan kan jij geen antwoord geven. Ja, dan moet je echt aan hem vragen. Ja, en ik ben eindverantwoordelijk. Ik sta hier. Ik had liever geen penalty willen geven. Duidelijk, dank je wel. Ja.